Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Meneer Jack is weer weg. Ja, en ik heb het koud gekregen, terwijl ik in huis zat, gewoon hier al, op ditzelfde plekje. Maar meneer, die stond in de tuindeuropening. Deur dus wagenwijd open. Het is zo'n knuffelkontje. Hé? Ja, het is een hopiedopie. Wat een dikkie. Ja, mooi kind, hè? Is het niet mooi? Even een neusje, hè? Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen, bijna middag. Ja. Het is 11 uur 58 en we leven op woensdag 15 april. Rebecca die zal de deur weer uit. Ik heb al Rijka uitgelaten en al, ja, alles is gewoon al gedaan. Ja, oké, een klein beetje alles. Maar, gisteravond geen bezoek gehad voor Sandra Urban. Nee, mocht niet. Oké. Krijg dan de rambam, beloof dan niks. Juist. Ik ben woest op die hele Cirilo. Maar dan komt zo meteen Jack voor Cirilo. Die wil een tuinafstand, de lengte van de tuinafstand, wil hij tussen ons hebben. Blijf dan weg, denk ik. Doe normaal, het is 1,5 meter, hooguit 2. Nou, dan kan je makkelijk binnenkomen. Wil hij de tuinafstand behouden? Gaat je jasjes? Maar ja, die komt er zo meteen. Nou ja, bekijk het maar. Toch woest, ja. En ik denk zomaar dat we vanmiddag even op de booster weggaan. Samen met Rijka en dan de Co-Pro weer mee. Ja, want ze zijn allebei leeg. Oh ja, dan moet ik wel even kijken of ik hem aan de lader moet hebben. De Co-Pro 1 gaat dan mee, ja, ja. Die gaat dan meekijken of die... Ik heb wel wat aan de lader gehad gisteren, maar welke van de twee... Ja, dan moet de stekker er even in. Leuk, gezellig. Ja, de stekker. Daar. Die stekker moet erin. Ja. Zo. En die rotvoer. Jakkes. Ik ben zo verdrietig erom. Maar ja. Ik kan er ook niks aan doen. De vloer gaat steeds verder en verder kapot hier. En ik heb er geen geld voor nieuw. Nee. Nou, die is nou aan. Die staat te knipperen. Dan kan dat weer uit. Zo, dan kan die verder knipperen. Nou. Ja, hij knippert. Nou, toppie. Die keer laden en dan... Gaan we straks er gewoon lekker even vandoor. Ja, eerst wachten dat hij vol is natuurlijk. Maar ja, ik moet wel even nog een broodje eten. De dieren hebben eten gehad. Ik heb koffie gehad. Ik ga zo meteen nog lekker een bakje koffie doen. En ik ga nog eventjes thuis genieten. En nog eventjes proberen een vlog in elkaar te zetten. En dan zien we wel weer. Ja toch? Zolang het mooi weer is, ga ik ervan genieten. Ja, lekker met Rijka even weg. En misschien naar het Kwelderduin. Dan hoop ik niet dat daar een heleboel mensen zijn. Die hetzelfde gedachte hebben dan ik. Want ik wil eigenlijk ook met Rijka trainen. En de roedelriem eigenlijk meenemen. En dat ze dan op afstand blijft zitten waar ze zit. En dat ik achteruit probeer te lopen. En dat ik dan zeg van, kom maar, dat ze dan komt. Nee, dan moeten we even zien hoe ze dat doet. Want ik heb dus een lange roedelriem. Van, meen je, 2 meter lang of zo? Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Nee, langer. Langer. Hij is langer dan 2 meter. Het is echt een roedelriem. He, om je hond dingen aan te leren. Daar is het voor. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet vooral ook verder van deze prachtige mooie dag.
Blijf zoveel mogelijk thuis, dat probeer ik ook wel te doen. Maar ja, je hebt ook een hondje, die moet toch ook het een en het ander doen en het een en het ander leren, wat weer niet thuis kan. Dus ja, dat gaan we gewoon proberen. Ja toch? Ja. Ze moet het leren, punt. Ze ligt nou weer op dezelfde gekke manier dan een tijdje terug. Gewoon over de leuning heen het hangen. Kontje op de kussen, ze hangt zo over de leuning heen. Ik vraag me dan af, ligt dat nou lekker? Dat doet toch zeer? Nou, daar komt meneer aan. Dus ik moet sluiten gaan. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Meneer Jack is weer weg. Ja, en ik heb het koud gekregen. Terwijl ik in huis zat, gewoon hier op ditzelfde plekje. Maar meneer, die stond in de tuindeuropening, deurdes wagenwijd open. Het was hier 22 graden voordat hij kwam. Het is nu 90 graden in mijn huis. Dus hè, ja, zo is het naar beneden gekelderd. Van 22 naar 19. Ja, ik... Ze mogen niet in huis komen. Alsof mijn huis besmet is. Alsof ik besmettelijk ben. Ben niet ziek, maar ken je niks. Ze kunnen beter wegblijven. Ja, ik wil dat gedonder niet meer. Ik ga niet voor een ander in de kou zitten, ook al is het nog zo prachtig mooi weer. Maar het waait nog wel erg naar door. Dat, ja. Ik ben best boos om het hele zootje daar. Ze helpen me niet meer met mijn hulpvraag. Ja? Wat heb ik dan aan ze? Als ze niet meer helpen, maar ik ben niet de enige cliënt van hun die niet meer geholpen wordt, die niet meer gehoord wordt, waar niet meer naar geluisterd wordt. Nee, met mij hebben ze meerdere cliënten die niet meer gehoord worden, waar ze niet meer naar luisteren, die ze niet meer willen helpen. Nou, absurd. Kom op zeg. Waar ben je anders voor? Ja, je bent een stichting om anderen te helpen. Doe dat dan ook, maar wordt niet meer gedaan. Nee, laat ze maar in een vet gaar koken. Nou, zo is het niet. Ik ben geen nummer, ik ben een mens. Dus, maar oké. Ik ga een bakje koffie maken en ik ga nog een broodje maken, want ik heb nog steeds niet gegeten. Dus ik wil dat nou wel gaan doen. Het is nou 1:30, een mooie tijd ervoor. Ja, toch? Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ik heb net eventjes met Rijka weer wezen lopen. Ik ben vanmiddag niet weg geweest. Ik heb 2 filmpjes aan het renderen geweest. Ik zou telefoon terugkrijgen van Welzorg. Dat is van de booster, oftewel de scootmobiel, de reparatie, etc. Die zou mij terugbellen vanmiddag met een aantal vragen. Nog tot op heden, niks gehoord. Dus ja, het is nog 5 uur geweest, dus die lui die zijn al in huis. Maar ik bel morgen erheen, van het staat jullie collega's netjes, degene die mij gisterochtend gebeld heeft, die zou gistermiddag terugbellen met een aantal vragen. Nou, het eerste antwoord kan ik al geven, als het daar ook over mocht gaan. Ik ben niet tevreden hoe ik behandeld word nu. Want ze zou terugbellen. Daarvoor ben ik de hele middag thuis gebleven. Want had ik maar 1 filmpje gerenderd. En dan had ik niet aan een plaatje begonnen. Dan was ik lekker even met Rijker erop uitgegaan op de scootmobiel. Ja, nou heb ik dat niet kunnen doen. Nou, ik blijf er nou gewoon niet meer voor thuis. Het is of wel of niet die vragenlijst en dan bekijken ze het maar daar. Simpel. Story. Belofte maakt schuld, vind ik. Dus de zoveelste al die geen beloftes na weet te komen. Dat ik baal daar behoorlijk van. Ja, als jij een belofte maakt tegenover een ander, behoor je die belofte na te komen. Kan dat al niet, dan bel je even goed van sorry, zo en zo. Het kan nu niet doorgaan. Oké, dan heb ik wel vrede mee. Dan kan ik alsnog even iets anders doen dan noodgedwongen thuis te blijven. Ja,
Maar oké, ik heb net mijn zwager die had me net gebeld dat ik onderweg was en ik was net te laat mijn telefoon op te nemen. En dan kom ik thuis. Ik heb weer geprobeerd terug te bellen. Maar ja, dan kreeg de voice. Nou ja, waar hij dan uithangt, weet ik ook niet. Maar dat doet er niet toe, nee. Ik heb hier gesproken 2 keer, zowel op zijn voicemail als op wat is app. Dus hij zal dat wel horen, denk ik. Ja. En ik heb nou net een bak koffie gemaakt en ik ga lekker weer verder met mijn plaatje in de rest. Dat bekijkt het maar. .nl. Ja, hè? Rijka? Ja, nou schat? Ja, meisje? Kom eens bij vrouwtje. Kom eens lekker bij vrouwtje. Knuffelkontje van me. Hé, dit is een knuffelkontje, hè? Ja. Oeh, ging er weer een auto voorbij? Dit is zo'n knuffelkontje. Hé, hey, ja, het is een hopie-dopie. Wat een dikkie. Ja, mooi kind, hè. Is het niet mooi? Even neusie-neusie, hè. Ja, even neusie-neusie. Ja, even neusie-neusie, hè. Lekker ding. Oh, gosje, ze is zo lief. Moet je wel op de grond? Nou, dat mag een schat. Doe maar. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, het is 13 minuten over 5 en nog steeds op de 15e, ja. Dat ik wens iedereen een smakelijk eten, bon appetit en een hele fijne, geweldige, liefdevolle avond. Genieten met z'n allen van, of je nou alleen nog bent, kan je ook genieten hoor. Ja, en dat kan ook liefdevol wezen, want je houdt hopelijk ook van jezelf, ja. Zo niet, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Maar ik hou wel van mezelf en van mijn diertje. Dus ik heb een liefdevolle avond. Geweldig, toch? En dan heb ik nog een hele lieve dochter in Den Haag zitten. En ik heb nog 2 lieve dochters. En ik heb nog een zo lieve zoon, maar die vinden mij niet lief. Nou ja, tenminste 1 dochter en mijn zoon, die vinden mij niet lief. En ik hoop wel mijn andere dochter met... Die heeft autisme. Nou ja, daar kan dat kind ook niks aan doen, dus die heeft haar eigen wereldje. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, en blijf vooral gezond en 1,5 meter uit elkaar. Tjup. Ik zou zeggen, doei!